They told you everything was waiting for you. They told you everything was set in stone. Worden het ook niet. Het Blue Moon Forest Feest is vanavond. Hoe moet ik nu door het betoverde bos naar het feest van het jaar lopen als ik geen geweldig paar schoenen heb? Oh, daar is hij, de wandelaars van glas. Modieus en geriefelijk. De juiste keus. Zo, helemaal jij. Maar is verder alles goed met je? Je lijkt een beetje gestrest. Oh, ik ben gewoon een beetje warrig. Iedereen wil met me mee en ik weet gewoon niet wie ik moet kiezen. Tja, ik zou wel mee willen. Maar ik ga met de jongens naar een enge film in de Multihex vanavond. Jij staat voor de keuze! Wat kom jij hier nou weer doen? Ik was op zoek naar een leuke film. Relax, Ashlyn. De juiste persoon komt heus wel opdagen. Het wordt superleuk, echt waar. Zie je later, liefje. Ashlyn! Oh, ik was je net aan het zoeken. Laat me raden. Jij wilt met me mee vanavond. Wat? Nee, het Forestfeest is echt helemaal niets voor mij. Al die bomen en vrolijkheid. Bah, ik ben op zoek naar Cupid. Weet jij waar ze is? Nee, geen idee. Is ze niet bij Hocus Cappuccino? Oh, bedankt. Ik ga kijken. Oh, Cupid. Ik wil je echt heel graag iets vragen. Ja, nou, het is nogal persoonlijk en ik ben een beetje nerveus en... De beste tip voor dit soort momenten is om het gewoon maar hardop te zeggen, Dexter. Oké. Zou je met me naar de film willen vanavond? Oh, natuurlijk. Heel graag zelfs. Om 8 uur daar. Leuk, ik zie je dan. Afgewezen! Wat jammer! Ze zijn super! Cupid, daar ben je! Je kunt me dus zien. Ik had net het gevoel dat ik voor Dexter onzichtbaar was. Wat erg voor je. Maar ik heb goed nieuws. Ik wil jou graag meenemen naar het Forestfeest. Heb je daar zin in? Ik ga mee. Ik heb wel even genoeg van al het romantische gedoe. Leuk! We gaan op zoek naar nieuwe schoenen. They told you everything was waiting for you. They told you everything.